naast het werk op het land hebben we de afgelopen dagen ook nog een hele andere klus gehad. Een grote klus, namelijk het opruimen van de schuren. In verband met een nieuwe dak wat erop komt te liggen. Dat is nou asbest. Vandaag is de eerste dag dat we af aan het halen zijn. Dat gaat echt als een trein achter elkaar. Goed, daar mogen wij even niet komen. Het hou je dat we een paar dagen zonder dak zitten. Dus ik hoop echt dat het niet heel hard gaat regenen. Dat hebben we wel een serieus probleem. Maar als het goed is, is dit binnen een paar dagen eraf. En gaat er ook weer binnen een paar dagen een nieuw dak op. Een mooie tijd om eens flink op te ruimen in de schuren. En dan ontdek je pas hoeveel spullen je hebt. En wat er allemaal weg kan. Nou, zojuist, dinsdagavond, is het door de keurmeester goedgekeurd. Het verwijderen van het asbest. En wij mogen nu gaan kijken wat het heeft. En ik ga snel naar de jongens toe, want ze kunnen niet wachten om te kijken. En ik ook niet. Wat voor band dat geworden is, want het heeft behoorlijk geregend. Nou, daar staan we dan. Als ecoloog heb ik de afgelopen maanden hier de biodiversiteit gemonitord en de avifauna is inmiddels in kaart gebracht. Nu de vogels klaar zijn met broeden of inmiddels een nest of een jongen hebben gevonden en grootgebracht. Aan het begin van het seizoen was een mooie start. Er zijn wat kievieten en een scholexer die hebben het strokenteelt gevonden. Hebben daar geprobeerd een jongen groot te brengen. En het mooie is vooral nu aan het eind van het seizoen, nu het gewas begint te groeien, dat het aantal insecten toeneemt, dat op zijn minst twee graspiepers en een veldleeuwerik een territorium gevestigd hebben in deze kerstverse strokenteelt. Nou, omdat het het begin is van een driejarig traject, zien we uit met veel verwachting wat de komende jaren gaan brengen nu de vogels deze strokenteelt lijken gevonden te hebben. De afgelopen dag was het een trieste bedoeling met alle regen. Het gevolg was dat alle schakelaars omgingen van de elektriciteit en ik dus bijna niks meer kon doen. Daarvoor even snel een aggregaat geregeld, gehuurd. Dus dat is opgelost. En de zon is gaan schijnen en het waait behoorlijk. En dat is super. Dus ik ga nu alle deuren openzetten, zodat alles flink kan drogen. Ik ben blij dat het zomer is, want het was kletsnat. Maar nu kan ik het ook weer heel snel drogen.